doorverwijzing kan krijgen voor een chino. Zo. Even naar de kruidvat en de Hema toe, want ik heb morgen een baby shower, super leuk. Dus daar wil ik even cadeautjes voor kopen. En ik moet even naar het kruidvat voor de maandelijkse producten, om het zo maar te zeggen. Even Moana aanzetten voor Lana hoor. Lana is even gezellig mee. Die vindt het altijd wel leuk. Dus schattig, al die babyspulletjes echt niet te doen. Kijk hoe leuk. En mijn zoontje. Ja, die is ook heel leuk, schat. Ik ben goed geslaagd. Ik heb twee hele schattige rompertjes gevonden. En een soort van chocolaatjes met roze muisjes. En die chocolaatjes waren tweede halve prijs. Dus ik heb voor mezelf ook nog chocola gehaald. Ja, ik ben geslaagd voor de maandelijkse producten. Vandaag gaat Yannick voor een opdracht voor Shanky's Kitchen naar Limburg. Dus ik ben vanmiddag alleen met de meiden. Er komt een vriendinnetje spelen van Lana, dus dat is wel heel gezellig. Dus ik ben vandaag alleen met 4 kinderen. En vanavond hebben we familiefeest, dus dat is ook wel heel gezellig. Er zitten hier in totaal 4 dames. En we hebben hier klei. En de dames die hadden dit op YouTube gezien. Deze meneer die doet een beetje klei in de krokodil. Die hebben wij ook. En wat er dan gebeurt? Er komt een poppetje uit. Dat is brandweerman. Zo. Dat is gek. Dus dit experiment gaan we hier uitoefenen, want deze dames denken dat het echt werkt. Ik pak hier het balletje en de dames zitten hier te wachten met spanning hoor. En ik heb een rondje gemaakt. Een balletje? En een balletje. Welk poppetje hopen jullie dat het wordt? Ik weet het al. Wat dan? Welk poppetje is groen? Weet, een krokodil. Een krokodil. Nou, we gaan hem erin doen. En dan gaan we hem open houden. En dan mag je ieder om zijn beurt een tandje omlaag doen. En jij? Amy, doe een tandje omlaag. Ik durf het niet zo goed. Ik durf het. En jij ook? Durf je niet? Doe maar hoor. Hij doet dit. Nou, ik weer. Hoe spannend. Durf. Amy? Lene? Nee? Ik? Ah, hij gaat dicht. Oké, nou gaan we openmaken of er nou een krokodilletje uitkomt. Nee, het werkt niet. Jammer. We gaan het nog een keer testen. We doen hem erin. Dan gaan we de tandjes doen. Gaan we nu kijken of het gewerkt heeft. Hé, hey, komt een poppetje uit. Het werkt echt. Wow, dit moeten jullie ook thuis allemaal eens proberen hoor. Nou, terwijl die meiden lekker aan het buiten spelen zijn, ga ik alvast beginnen met avondeten. Easy peasy. Ik heb weer zo'n pakket gekocht. Ik had laatst een onderzoek gezien dat blijkt dat zo'n maaltijdpakket voor soep of een andere maaltijd eigenlijk goedkoper of net zo duur is in ieder geval als alle ingrediënten loskopen. En eerst vond ik het altijd een beetje luxe om dan zo'n tomatensoeppakket te halen als ik ook gewoon los tomatenwortels en uien zo kan halen. Maar nu ik weet dat het eigenlijk net zo duur is of zelfs goedkoper, maakt het me niet meer uit. Deze is dit keer van Jumbo, maar ik wissel dat gewoon heel af. Natuurlijk moest ik mijn trui vies maken. Maar goed, de soep staat lekker te pruttelen. De meisjes zijn even buiten aan het spelen. Feline ligt even op bedje. Tadaa, de soep is klaar. En Lana is Feline soep aan het geven, want dan eet ze tenminste. En als ik het geef, niet. Dus dat is een nieuwe fase. Nee, stop even. Dat is een nieuwe fase, hè? Ja. Vanavond heb ik gezellig een familiefeest. Dus ik ga me klaarmaken. Er komt een oppasmeisje oppas op de meiden. Dit is mijn moeke look before. En ik ga ze even hier wat aan doen. En dit is de look geworden. De krullen zullen nog wel iets uitzakken, maar goed. Ja, die jurk die kennen jullie al, maar die vind ik gewoon echt een hele leuke jurk.
Dus zo. En dan heb ik een panty aan met hartjes. En sneakers, want het is echt in zo'n feestzaal. Dus dat wordt vieze schoenen en bier. En nou ja, bier. Wijn. In ieder geval niet voor je netste schoenen. We hebben een familiefeest van de familie van mijn moeders kant. En dat is altijd echt lachen, gieren, brullen en helemaal dol. Dus dat wordt leuk. Ik zal een beetje met mijn iPhone vloggen als het lukt. Dus dat zien jullie zo een paar fragmenten van. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik spreek daar achterop bij Yannick. En dan gaan we naartoe. Ik zit achterop bij Yannick op de fiets. We zijn onderweg naar het feestje. Goedemorgen, het is zondag. En wat een heel leuk feestje. Echt heel gezellig. We waren wel weer op tijd thuis. Ik was erg moe. Dus we waren echt alweer rond 11:15 thuis. Zo later hebben we het niet gemaakt. En nu zit ik nog in mijn badjas. Ga ik me zo even lekker douchen. En begint de dag weer. We gaan vandaag een vriendin verrassen met een baby shower. Dus dat is heel erg leuk. Dus zal ik wel een paar shots van filmen. En vanmiddag komt er een vriend, komt Stephanie met de kinderen. En Jelle en Yannick die gaan pokeren. We gaan naar een pokertoernooi. En wij blijven bij de kinderen en we gaan met de kinderen eten. Dus dat is ook wel gezellig. Ik ga richting Waalwijk. Ik heb een baby shower. Superleuk. Ik ben nu in zo'n fase dat ik allemaal baby showers en vrijgezellenfeesten en al dat soort dingen heb en organiseer en doe. En helemaal leuk. Want ik heb dat zelf natuurlijk allemaal achter de rug bij mezelf. Dus ik vind het heel leuk om dat nu te hebben voor vriendinnen. Dus ik ga wat sfeershots van filmen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren. De baby shower was echt super gezellig, super leuk. Nu is Stephanie hier. En de kinderen. En ze heeft lekker tomatensoep meegenomen. En we hebben allemaal hapjes erbij. Want de mannen die zijn pokeren. Dus daar gaan we nu voor duimen. Hè, dat ze lekker veel gaan winnen. Met de hoofdprijs. Ja. En wij hebben het gezellig met de kids. En we doen met de kids eten. Dus er zitten hier vier kindjes op een rij. En dan hebben we er hier nog eentje. En we hebben lekker te eten. En een borreltje erbij. Dus dat is gezellig en lekker. Ik heb net even het haar van Stephanie gedaan, zoals jullie net konden zien. Want volgende week gaan we samen naar de 90s party, dus dan ga ik het ook doen. En ik was heel benieuwd of het bij haar allemaal beter bleef zitten als ik hem gebruik. Maar zij heeft een beetje hetzelfde haar als ik. Dus ik ben benieuwd of het gaat blijven zitten. We gaan dadelijk even de kinderen met z'n allen in bad doen. Oh, dit is ook lekker licht. We gaan dadelijk even met z'n allen. We gaan dadelijk even de kinderen hier in bad doen met z'n allen. Dat vinden ze namelijk altijd heel leuk. En dan gaan die lekker naar bed. Lekker slapen. Mama, ik heb zelf een fruit gemaakt. Nou, wat goed van je. Weet je wat ik allemaal voor fruit heb? Mama. Is je in de schooltje vandaag? Ja. Is je in de school? Ja. Goedemorgen. Ik heb net de kinderen weggebracht. En ik was dus weer bijna te laat. Maar ja, het is echt zo shit gewoon. Ik werd vanmorgen wakker met een best wel lage suiker. Dus had ik het appelsap gepakt, zeg maar, om hem weer op te lossen. Ik wil dus gaan vertrekken, de kinderen in de auto gaan zetten en zo. En ik denk, ik voel me echt niet goed worden. Want ik had gewoon goed gegeten. En hypo. Dus ik moest, voordat ik überhaupt bij kon gaan rijden, moest ik eerst wat nemen. En daarna waren we te laat op school. Dat vind ik zo erg. Balen. En lullig. En voel ik me zo rot. Even mijn suiker mee hoe hij nu is. Ik heb ze dus net gebracht. Nou, ik kan wel janken echt. Ik vind het gewoon zo lastig. Lastig uit te leggen naar de kinderen toe. Even kijken, 10. Oké. Wel een goede waarde gelukkig, maar. Zo, nou, wie had dat gedacht? Mij halend in de vlog.
wil gewoon laten zien hoe het echte leven is. En ik zit even bij Patty, want die doet mama altijd een beetje te troosten. Hè? Ik had net met Teerza gebeld, dat is altijd heel fijn. Gewoon even van me afluchten, even van me afkletsen en gewoon even kwijt kunnen. Ja, ik voel me gewoon even niet zo lekker. Ik ben ook ongesteld, dus het is gewoon hormonaal. Ja, dan realiseer ik me altijd weer van dat ik niet gezond ben, zeg maar. Dat het me toch wel af en toe mijn dagelijks leven enorm belemmert en het moederschap ook. Dat mijn diabetes gewoon in de weg zit en dat het me mentaal ook gewoon onzeker maakt in de dingen die ik doe. En dat. Goed. Ik ga daar lekker aan het werk en ik ga straks even wandelen of sporten of weet ik het wat. En dan ga ik daarna weer lekker gewoon, dan ben ik weer vrolijk. Maar goed. Ook, ik ben niet altijd gewoon vrolijk. Schat. Ik heb heel even gechilled, ik heb wat werk gedaan en ik ga nu even sporten om even mijn zinnen te verzetten. En dan voel ik me daarna altijd weer een heel stuk positiever. Deze plukjes die staan er ook lekker bij. Dus dat ga ik even doen. Nu ga ik even lunchen met nog een beetje tomatensoep, zelfgemaakte tomatensoep. Tenminste, mijn vriendin heeft die gemaakt, die nog een beetje over is. En maïswafels met zalm en komkommer. Oh, maar dat is een lekker snackje. Dat is lekker. Ja, ja, maar dat gaat er wel in, zie ik. Dat gaat er wel in. Ik heb Feline een knijpzakje gegeven van Nestlé Nature's Bio. En dit is een nieuw snackje van Nestlé Nature's. En dit is dus een knijpzakje met fruit, zuivel en granen. En er zijn twee varianten. Ze heeft nu de variant met banaan bosbes. Maar er is dus ook een appelvariant. Er zitten geen toegevoegde suikers in. Dus echt enkel van nature aanwezige suikers. Bevat biologische ingrediënten. En het is gewoon een heel handig tussendoortje. En omdat je ze niet koel hoeft te bewaren, is het ook heel handig voor in de luiertas. Dus ik vind dit wel een leuk tipje voor de medemama's. Ja, zoals je kunt zien gaat het er goed in. Is lekker, meis. Is lekker, meis. Ja. Meis. Ja, lekker. Ik heb het zelf ook nog even geproefd, want ik vind dat wel belangrijk om te weten wat mijn kind neemt. Maar het smaakt helemaal goed, dus dat is fijn. Ik heb even de deur opengezet. Ik loop even naar buiten. Want de zon begint te schijnen en dat doet me een partij goed. Om lekker die zon binnen te krijgen. In de buitenlucht. We gaan zo richting mijn schoonouders om daar te gaan eten. Dus dat is wel heel gezellig. Lelijker. Ik lig inmiddels lekker in bed. Ik wil nog één dingetje zeggen over vandaag. Ik zat vandaag gewoon echt niet lekker in mijn vel. En, ik was gewoon heel emotioneel. En gewoon, het was gewoon mijn dag niet. Dat heb ik ook wel eens. Dus ik ga lekker slapen. Het is 9:00. Ik ga er lekker vroeg in. En dan hoop ik dat ik me morgen in ieder geval wat fijner voel. Goedemorgen, het is de dag erna. Het is vandaag dinsdag. Ik heb heel goed geslapen. Ik heb echt geslapen van 10 tot 8. Dat was blijkbaar nodig. En Yannick is thuis gekomen en die heeft de kinderen weggebracht. Dus ik ben even de ochtend nu alleen. Hij komt zo terug. En de slaap heeft me goed gedaan. Maar ik merk toch dat ik er iets mee moet. Dus ik heb een afspraak gemaakt bij de huisarts. Om te kijken of ik een doorverwijzing kan krijgen voor een psycholoog. Omdat ik gewoon merk dat het bepaalde dingen zijn. Bepaalde patronen. Bepaalde dingen die me gewoon in de weg zitten. Waardoor ik niet altijd even goed van dingen kan genieten. Of waardoor ik... Ik weet gewoon dat ik bepaalde dingen nog moet verwerken om... nog gelukkiger te zijn. En dat is iets wat ik heel erg wil aanmoedigen aan anderen ook. Dat daar niks is om voor te schamen. Dat dat heel normaal is. Je maakt gewoon in je leven allerlei dingen mee. Ook ik. En heel veel dingen deel ik. Sommigen niet natuurlijk. Want ja, je wil geen privacy van andere mensen in de war schoppen. Maar als er dingen zijn die je dwars zitten. En je merkt dat je daar je eentje en door te praten met vrienden niet helemaal uitkomt. Of met familie. Dan is het zeker slim om daar hulp voor te zoeken. Dus dat ga ik doen. En ik zal jullie een beetje daarin meenemen. Maar ik ga eerst even genieten van een lekker ontbijtje. Ik zit in de auto met Yannick. En ik ben dus net bij de huisarts geweest. En ik heb een doorverwijzing gekregen. Dus dat is heel fijn. Dus ben ik over 2 weken. Dus dat is wel heel fijn. Ik
ik wel weer lekker gehuild. Dat zie je ook wel een beetje omhoog. Maar nu ga ik even met Janiek even lekker naar de bossen. De kinderen zijn er nu niet. Ze hebben de opvanger op school. Dus we gaan even samen wandelen, even uitwaaien, even praten. Gewoon, tussen ons gaat alles helemaal goed hoor. Ik ben juist enorm dankbaar hoe lief die voor me is. En ja, hoe die er voor me is en me steunt. En gisteren was hij dan aan het werk, ik belde die hele tijd. Het is zo lief. Dus ik ben echt super dankbaar dat mijn relatie gewoon echt super is en heel veel kracht geeft. Nou, doe ik wel alsof het allemaal heel zwaar is, maar ja, nu ik wat minder in mijn wel zit als het ware, ben ik heel blij. Ja, ben je niet voor me klaarstaan. Dus we gaan nu even lekker naar de bossen en dan gaan we daar lunchen. En daarna is het weer tijd om de meiden op te gaan. Gedaan bij Essenza Home, is niet gesponsord, maar ik had het gezien in de vlog van Willentien en ik vond het zulke leuke dingen dat ik dacht ik ga ze even bestellen. Dus ik zal het even laten zien. Mama, ik ga naar bedje. Ga je naar bedje toe, wat goed van jou. Als eerst een heel leuk pyjama jurkje. Met hier heel mooi, ja een beetje doorschijnend, dus een beetje sexy, maar wel gewoon comfortabel. Dus dat is leuk voor de lente, hè, als het weer wat warmer wordt. En een kimono, of eigenlijk gewoon een soort badjas. Kimono. Zo, ja, ik doe hem even over mijn kleren heen. Over mijn kleren heen ziet er natuurlijk heel raar uit. Maar dat is zo, even deze zo, dan valt het wat minder op dat ik aangekleed ben. Zo. Ja, als badjas, wat vind je ervan, Janiek? Ik zou zeggen, gezellig, ja toch? Ja, nee, ik vind het wel leuk. Ja, het is nu natuurlijk moeilijk inschatten met kleren. Maar ja, ik vind het wel lekker als badjasje. Ja, goed zo. Mama, deze kant toe. Zo. Dan doe jij die kant. Oh, mooi. Hetzelfde kleur. Laat ze maar zitten. Terwijl wij hier aan het spelen zijn, ik ben hier dus aan het kralen met Amy en daar zit Lana te knutselen. Zit daar mijn lieve man te koken. Wat gaan we vandaag eten? Ja, ik moest couscous maken met groentes en die groentes klop ik in een tomatenbouillon en daarbij eten. Lekker, mijn ouders komen gezellig eten, dus dat wordt smullen. Janiek heeft hele couscous gemaakt met gegrilde groenten en heel lekker saus. En het recept staat al op zijn Instagram. Zit hier als jullie deze vlog kijken. Ja, kip. Ja. Moet jij ook kip? Nee! Amy. Oké, de meiden hebben een beetje de gekke 5 minuten. Dus ze gaan hier samen op de trap zitten. En wat doen ze dan? Komt ie? Oh, oh. En ik kijk vrolijk toe hoe dat allemaal gaande is. Zo schattig. Het is vandaag woensdag en ik voel me al een stuk opgewekter en beter. En ik ben blij dat ik de stap heb gezet om wat hulp te gaan zoeken. Maar ik wil ook even benadrukken dat ik echt super gelukkig ben. En dat ik echt alles heb wat mijn hartje begeert. Dus dat het niet is ofzo. Ik heb gewoon zo af en toe mijn dingetjes die ik... Nou ja, goed. Ik ga vandaag een hele leuke middag hebben met Lana. We zijn uitgenodigd bij de nieuwste Lush winkel in Den Bosch. Die is helemaal vernieuwd. Daar hebben we heel veel zin in, want laatst waren we in Antwerpen. En daar was ook een Lush winkel. En Janiek die had helemaal geen zin om mee te gaan. Dus ik ben daar met Lana heel snel binnen geweest. En ze vond het echt één groot feest. Maar ja, we moesten weer door. Dus toen zei ik, nou als we ooit in Den Bosch zijn samen gaan we er naartoe. En nu waren we uitgenodigd. Dus dat was natuurlijk echt fantastisch. Dus ik heb even lekker een middagje quality time met Lana. Vanmorgen heb ik niet gevlogd. Toen had ik even lekker een ochtendje met Amy. Toen ben ik met haar gaan fietsen. En hebben boodschapjes gedaan en cake gebakken. Echt heel gezellig. En nu ga ik dus even lekker met Lana een middagje genieten. We zijn bij de Hema voor een baby chino en een taartje om te delen. En koffie. Hier moeten we zijn. Ook nog even lekker geshopt.
We sluiten nu even af met een snelle happy maaltijd. En dit is mijn geshopte buit. Bij de Hema was echt een topaanbieding. De majo's waren maar 3 euro per stuk. Maar nu ook 1 plus 1 gratis. Dus voor 6 euro kocht ik voor Lana 4 paar majo's. Super fijn. Bij de Lush, bij het event, mochten wij 3 items uitkiezen. En ik heb er nog zelf wat dingetjes bij geshopt. Ik heb hier de Vanillary body spray. Die ruikt echt zo onwijs lekker. Vanavond gaan we lekker in bad met deze bathbomb. Dan heb ik, want hier hou ik echt enorm van, een massagebar. We vinden het sowieso heel erg leuk om elkaar te masseren en zo. En deze bar, zeg maar, ruikt echt super lekker en dat doe je dus ook heel lang mee. Dan een conditioner en een shampoo in een blokje. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bevallen. En deze hebben we dus zelf gemaakt. Angels on Bare Skin reiniger. Dus ik ben echt super benieuwd. Die Happy Meal net was meer een soort 4 uurtje. Het is nu 5 uur, ik ga koken. Ja, die zat erbij, hè. We eten pas rond 6:30, dus dan is dat helemaal prima. Ik zou eigenlijk gewoon AVG gaan eten, maar ik had er toch geen zin in. Dus ik was net vanochtend bij de Albert Heijn even met Amy. En toen heb ik zo'n pakket meegenomen weer. Love it. Griekse moussaka. Een soort ovenmaaltijd. Dus dat is wel lekker en dat zit dan gehakt bij. Dus dat ga ik lekker maken. Dat is lekker veel groenten en lekker gezond. Dan koop ik met veel aubergine en dat soort groenten. Dus dat vind ik wel heel lekker. Dikke aanrader, want er zitten heel veel groenten in en de kinderen vinden het super lekker. Hè, meis? En we hebben er wel een zelf gebakken cake bij als toetje. Wil jij nog? Wat een verwenddag zeg, ja, ik dus ook wel een klein stukje. Zo? Ja, is goed. En toen zaten we samen op de bank. We zijn net nog met z'n allen in bad geweest, met z'n 5 in het kleine bad. Of het normale bad, maar met 5 is het vrij krap. We hebben er een bathbomb ingedaan. Dat was wel leuk om te proberen. En nu zitten we op de bank met een theetje. En we kijken, of ik kijk eigenlijk naar Working Moms. En hij... Ik niet, maar jij. Ja, hij kwam binnen. Hij kwam erbij zitten natuurlijk dat het aan het kijken was. Heel leuke serie op Netflix. Dus dat is wel een leuke tip. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Als reageren nog niet lukt, doe dan zeker een duimpje omhoog. Want dan zie ik in ieder geval dat je het leuk vond. Of reageer op social media. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Tot snel weer. Doei.